Het WK Vrouwenvolleybal 2022 komt naar Nederland. Arnhem zal een belangrijke speelstad zijn, met onder meer de finale in het Gelredome. Wat levert ons dit op en wat heeft de gewone Arnhemmer hier aan? Ja, de gewone Arnhemmer heeft er eigenlijk drie dingen aan. We gaan, hebben ook met de raad afgesproken. Ook mensen die het te moeilijk hebben financieel, laten we met de Gelderpas, laten we die ook een goedkope tarief hebben, dat ze ook mee kunnen doen en dat ze ook kunnen supporteren. Mm-hmm. Twee, ja, internationaal. Staat Arnhem op de kaart. Dus ja, dat levert gewoon extra mensen hier in de stad op. Dus extra bedrijvigheid. En uiteindelijk weer goed voor ondernemers, zodat ze meer in de portemonnee hebben. En drie, ja, deze footprint, als we dit doen, dan kunnen we ook andere internationale toernooien gaan doen. Dus Arnhem Sportstad, ja, dat staat nummer één in de wereld. Arnhem begint een beetje een stad te worden van zeg maar een soort elite cultuurachtig en sportachtige dingen. En de mensen die zeg maar een wat krappere portemonnee hebben, die zijn niet eens in staat om een kaartje te kopen om naar dit soort evenementen te gaan. En je snapt ongetwijfeld dat als jij met je kind naar zo'n evenement gaat, dat een kind iets ziet wat hij graag zou willen kopen en dat kan dan niet. Dus daar moeten we voor uitkijken, daar waarschuwen wij ook iedere keer voor, daar zeggen we ook iedere keer wat over, dat het geen elite stad moet worden. Als voorbeeld even de Giro, daar is ook, zeg maar, zijn ook hele mooie cijfers gepresenteerd. Uiteindelijk heeft het ons extra geld gekost en heeft het voor de binnenstad wat wij hebben vernomen weinig opgebracht, omdat het zeg maar mooi weer was. En nou, iedereen kwam even kijken en was weer weg. We moeten nog maar zien of wat nu weer aangedragen wordt gerealiseerd gaat worden. Mooi cadeau, hadden we niet verwacht. Mm-hmm. De delegatie zou nog een keer naar Polen gaan voor wat operationele zaken en de laatste duw voor de lobby. Mm-hmm. En toen werden ze volledig verrast door de minister van Polen met de hele internationale volleybalbond. En toen zeiden ze, gaat u maar even zitten. En we hebben het gegund aan Nederland. Ja, dat was natuurlijk fantastisch nieuws. En met welke reden? Waarom is het uiteindelijk naar Nederland en ook naar Arnhem gekomen? Ja, er zijn een aantal redenen. Eén is dat wij onze opzet echt internationaal hebben gemaakt. Mm-hmm. Vanaf het begin was het altijd duidelijk. In Nederland het begin en het eind in Nederland in het middenstuk open. Mm-hmm. Voor een ander land, dat is uiteindelijk Polen geworden. Mm-hmm. En de tweede reden was is dat wij de opzet hebben met lokale dorpen en steden. Waarin de teams als adoptie voor gastgezinnen kunnen blijven. En daarmee hebben we ook de tribunes direct vol. Maar gaat u puur om de financiën dan? Vindt u het ook niet gewoon een heel mooi evenement voor de stad en voor de Arnhemmer? Nee, natuurlijk vinden wij dat mooi. Maar alles in proportie. Kijk, Arnhem heeft momenteel een probleem met de zorguitgaves en de armoedeuitgaves. Daar geven wij veel liever extra geld aan uit dan een internationaal evenement waarvan we niet zeker weten dat het oplevert wat er ons beloofd wordt. Dus daar gaat het om. En natuurlijk vinden wij het mooi als Arnhem zeg maar in beeld komt als stad die zoiets groots kan organiseren. We zullen het proces en succes van dit evenement blijven volgen.